Eigenlijk als je dit wilt doen, moet je dan continu scherp zijn. Want de sporten, voeding, goed slaap, meditatie. Om goed te kunnen focussen. En met elke show dan kan ik niet meer op benen staan, omdat ik dan zoveel stress heb. Dat ik helemaal verzuurde benen. En je moet gewoon door. Show must go on. Maakt niet uit dat je moe bent, pijn hebt zeg maar, in je lichaam. Ja, je hebt echt duizenden uren nodig om dit uit te voeren. Het is niet zeg maar dat het zo ontstaat. Het zijn stuk voor stuk, zeg maar, zitten lagen boven laag uitgewerkt. Begininspiratie is het gevoel dat ik met mijn familie in Iran over de bergen, heuvels heen liep, vol met gele appelbomen. En we liepen zeg maar, langs het rivier naar het kern van het waterval. En dus dat gevoel en dan in het water liggen met de rivier, zachte stroming meegaan. En dat je met je handen over die stenen, kiezels zeg maar, gaat. Hoe ik me identificeer is eigenlijk een Horinees van Persische afkomst. Het is dus twee werelden in één. Oh, ben jij nog in Horen? Moet jij niet in Milaan of Parijs of Amsterdam zitten? Ik zeg nee, ik hoef nergens heen. Ik zit eigenlijk wel prima hier. Ik ben in Perzië geboren en tot mijn 12e en toen zijn we naar Nederland verhuisd. Waar ik vandaan kom is eigenlijk gewoon heel veel creatieve mensen. Dus van mijn ooms, tantes, oma en andere kant de tante. Die waren wel bezig met kledingstukken te maken. De eerste herinneringen van creëren was eigenlijk dat ik de reststoffen bewaarde van mijn tantes en ooms. Als ik naar toen keek van de liefde voor stoffen, wat ik toen had, heb ik het nog steeds net zo erg. Dat ik dan helemaal blij word van stoffen. Ja, het is mooi om te zien zeg maar, dat het gewoon eigenlijk in je bloed zit, maar dan je moet het verder ontwikkelen. Ik denk de rust wat ik ervaar in Horen, dat zorgt gewoon dat ik fijn kan creëren. Een van de eerste herinneringen waren extreme vrijheid in alle soorten en namen. Van, weet je, dat je dan heel erg vrijheid en voor meningsuiting en ook doen. Wat me opviel zeg maar, was ook hoe je naar je leraar communiceerde. Dat de leerlingen soms de leraar uitscholden en toen stond ik... Ja, versteld van hoe kan dit? Ja, is dit een grap?
toen alle modellen begonnen te lopen naar buiten, dacht ik, huh? Wat is de show voorbij? Ik heb gewoon bewust gekozen. Het is mijn hometown en is waar ik dan begonnen ben, ergens hier in de stad op een zolderkamer, dat ik dan nachten doorhield en mijn eerste collectie ontwerp, die ik vervolgens in Parijs dan verkocht. Dat was een mooi begin. En dan dacht ik, ik hoef niet ver weg. Dit is mijn plaats. En hier ga ik het showen. De Horensenhaven is eigenlijk een van de mooiste stukken van Horen. Een van mijn grootste liefden is water. Ik denk dat ik daarom ook in Horen ben blijven wonen. En omdat ik door water geïnspireerd word en ook de kalmte van het water krijg. Ik denk dat ik in het water deels van mijn jeugdherinneringen zie, want in mijn jeugd waren ook de genotmomenten in het water zwemmen, vakanties, deels van Persische roots, zeg maar. Ik denk dat ik daarom water zo fijn vind. De band dat ik met de stad Horen heb opgebouwd de afgelopen 20 jaar is een soort familie. Ik ben heel erg dankbaar dat ik in Horen ben, dat ik hier kan creëren. Dat ik dan de liefde en de rust kan ervaren met alle liefdevolle mensen om me heen. Ik heb wel de vrijheid om dit te mogen doen. Hiervoor ben ik geboren, om te creëren. Ja, daar word ik heel gelukkig van.